Zeker. Dus dit heeft jou geholpen om te zeggen, dat zou ik wel willen. Ja. Nou, dan heeft het uitzendbureau een functie. Ja. Ja, zeker. Nou, dankjewel. In Papendrecht is uitzendbureau Extra van start gegaan. Cliënten van de dagbesteding Drechtsteden kunnen via het uitzendbureau op zoek naar andere werkzaamheden naast het werken op de groepen in de activiteitencentra. Bij Extra kunnen ze kiezen uit een aanbod dat er al is of ze kunnen hun wensen aangeven. Hoe kunnen we nou laten zien wat we allemaal doen en wat we kunnen gaan doen? Ja. En hoe krijg je duidelijk wat iedereen wil gaan doen? Okay. Middels het uitzendbureau. Ja. Dus wat we hier doen is de materialen voor buiten. Heel de winter is dat weer vies geworden, dus dat doen we de buitenkant voor schoonmaken. Hier nog eentje. Maar ze doen ook binnen. Binnen is er een kinderdagverblijf, dus iedere dag komen de kleine kinderen. Die komen er tussen de middag eten of na school. En dan zijn de tafels nog wel eens vies en die doen wij schoonhouden, we doen de vloer dweilen. Ik heb gelijk een vraag aan jou. Ja. Waar ben je tot nu toe geweest? Wat heb je tot nu toe gezien? Moet ik even nadenken. Kruipjes. Ja. Heb ik gezien. Ja. Sport. Sport. En wat zeiden ze bij de sport tegen jou? Ja, ik zei dat ik fitness. Ja. En dat vonden ze erg goed. Ze waren wel tevreden. Ja, ze waren wel tevreden. Ja. Ja, wij hebben gericht aan het voor special heroes, dus de speciale helden. Daarom hebben we aangepast sportaanbod. We hebben in een hele mooie gids staan. En we hebben de afgelopen jaren ook mensen begeleid die het leuk vinden om bij evenementen te helpen, mee te organiseren, mee over evenementen na te denken. En daarom zijn wij hier eigenlijk. Dus ze kunnen ook bij het uitzendbureau aangeven dat ze graag bij jullie werkzaamheden zouden willen verrichten en dan kijken jullie of dat mogelijk is. Ja, zeker. Ja. Nou, hier ontmoet ik de grootste praatjesmaker van de regio. Dat dacht ik wel. Waar ben jij naar op zoek? Naar heel veel dingen, Jos. Vertel. Wat zou je willen? Ik zou nog wel wat buiten willen werken bij de groenerij. Haken of breien. In de wijk zijn ze denk ik wel blij met jullie. Ja. Ja, we doen ook de omtrek met het hele stuk tot aan het Halsplein. Oké, okay. Oh, dat is echt een heel stuk wat jullie schoonhouden. Ja. En heb je wel eens gehoord van de gemeente wat ze daarvan vinden? Daar zijn ze blij natuurlijk. Ja, dus als ze nu rondgekeken hebben al wat voor werk zou kunnen doen, maar ik kan dat nog niet zo goed, dan is het wijs om bij jullie langs te komen om te vragen, zou ik daar misschien nog wat in kunnen leren? Want het lijkt me wel leuk. Ja, dat is heel wijs. Ja. En zo hebben tientallen cliënten kennis gemaakt met Extra. Dan kunnen ze nadenken over werk naast het werk in het activiteitencentrum. Ze kunnen hun wensen bespreken met hun pb'er en via Extra aan de slag via het uitzendbureau. En weet je wat ik tegenkwam? Heel veel mensen zijn tevreden met het werk wat ze hebben. Ja, dat is wel. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Dus dat heb ik ook iedere keer gezegd. Ja. En sommigen zien hier ook dingen die ze nog nooit hebben gezien en wel willen. Ja, precies. Dus bedankt voor het organiseren.